Film. Film. Film is. Film is a collection of images that unlock in us a new way of thinking about the world. Een bijzonder hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van IFFB TV. Dag 4 inmiddels op het festival en zoals gebruikelijk kunt u van ons verwachten interviews, reportages en nog veel meer. Vandaag als gasten Piers Thompson, Mimoun Ouissa, Ton van Zandvoort en Jasper Eelings. Maar eerst een impressie van de afgelopen 24 uur. Bij een roze man in het centrum van Breda. Meneer, mooi roze is niet lelijk, of wel? De film was anders dan verwacht. Het is echt een hele rare film. Ik denk, je moet het ook gewoon als een grap zien, denk ik. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het was echt een hele bizarre film. Kaboom, ik dacht misschien een raar Europese film of zo. Maar ik verwachtte, ik kreeg heel iets anders voorgeschoten. Conclusie? Het was gewoon heel raar. Maar ik ben wel blij dat ik geweest ben. Okay. Ja. Goed voor je ontwikkeling. Ja, ik hoop het wel. Ik zie een gigantisch beeldscherm met allemaal beelden. Ja, dat zie ik. Ik vind het mooi, het is leuk om naar te kijken. Het is echt werkelijk genieten. Zojuist zagen we kunstenaar Ilko Brand met zijn expositie hier op het festival. Een aantal studenten van de Sint-Joost maakte een korte documentaire over zijn werk. Ik denk gewoon dat, dat je het leven eigenlijk, dat wat je meemaakt, dat wat je ziet, dat feitelijk toch de bron is waar alles uitkomt. Als je mijn werk zou moeten omschrijven, dan denk ik dat een onderdeel daarvan is dat het juist zich een beetje probeert te onttrekken aan actualiteit en aan nieuwsonderwerpen, aan dingen die maatschappelijk spelen. Dus als persoon kan ik best geëngageerd zijn, maar op een of andere manier heb ik er altijd voor gekozen om dat eigenlijk uit mijn werk heel bewust te houden. Wat ik ook altijd fijn heb gevonden is de soort decors die ik maak, want dat zo zou je het kunnen omschrijven, die locaties, decorconstructies. Als die niet letterlijk een bepaalde locatie op aarde zijn ofzo, of niet een Nederlandse plek of cultureel bepaald of weet ik veel wat, maar dus met natuursituaties heb je dat wat minder ofzo, is het wat anoniemer bijna. Het zou op allerlei plekken kunnen zijn. Maakt het qua onderwerp, qua sfeer wat universeler eigenlijk. De animaties zijn meer verwant aan schilderkunst dan aan film. Er zit geen verhaalontwikkeling in, er is geen begin, er is geen einde. Ze bewegen eindeloos door. Het is eigenlijk één situatie, je zou kunnen zeggen een in beweging gezet stilstaand beeld. Misschien als een perpetuum mobile, een eindeloze beweging.
Nou, wat schilderen betreft, ik vermoed dat ik wel op een gegeven moment toch wel weer ga schilderen. Alsmaar met de muis werken, dat is ook niet zaligmakend. Dus dat gemis, dat is er soms wel eigenlijk, om echt met verf te werken, echt met het materiaal letterlijk. Tegelijkertijd, om echt een goed schilderij te maken, moet je ook wel, zeg maar, opgewonden worden ergens van. En op het moment heb ik dat met schilderen gewoon minder sterk dan wat met de computer kan. Soms denk ik wel eens, je hebt natuurlijk twee groepen. Je hebt toeschouwers, het publiek eigenlijk, en je hebt de makers. Volgens mij is het voor de makers niet heel noodzakelijk om tot het publiek te behoren. Enerzijds kan het heel goed zijn om natuurlijk heel veel te zien en te weten wat er allemaal afspeelt. Maar misschien is het eigenlijk ook wel heel mooi als je helemaal niet zoveel ziet. Inmiddels hier aan tafel aangeschoven, echt vers van de pers uit Engeland, Piers Thompson. Cheers. Cheers. Like they do in London town. Britannia. Yes. Cheers. You just came in. I did. I've been here for half an hour and it's wonderful to be here speaking with you. Sipping a Dutch beer. Exactly, damn right. Isn't that just the way it should be yeah. in life? Exactly. I hear you. Tell me, who is Piers Thompson? Whoa. I don't know. I'm a writer-director. And I'm just here to, I love going to festivals, so it's great to see lots of films and see what's out there. And you know, I particularly like short films because they can get under the skin of what's going on now. You know, with feature films, it takes a year or 2 years to get them out. So you can shoot a short film and get it into a festival 2 months later, so you can get really into the collective consciousness of what's going on. Yeah. So I love it for that. So I'm, as soon as this interview's done, I'm going to go and check out a collection of short films. So I'm very excited. So do you think you're going to make a feature film? Is it because you? I hope so. I tell you, yeah. I mean, the last 5 years of my life have been working towards making a feature film, and I'm writing a script at the moment. Actually, tonight I'm going to be in my hotel room writing that very script. So. Are you sure? Yes, to be sure. I thought we were going to drink some beers. Well, it depends how many beers I have, but I think I always saw it as the process. You know, I started off as an assistant director and a runner and started making short films and music videos and commercials and, you know, just eventually to get into, making features. But I mean, it's a completely different discipline. Yeah, it is. Obviously, it's like doing a marathon. A short film is like a sprint. For 100 meters, but you know, a feature, it's mentally and physically a different ball game. But I was an assistant director for directors like Michael Winterbottom, so I've kind of been on set and I know how the duration and what you have to do and all that kind of stuff. But bring it on, that's what I say. Well, we're going to talk a little bit more about your experience with Michael Winterbottom later on. First, you've been nominated with Lynn for a BAFTA. Yes. It's extraordinary, isn't it, to be nominated? Yeah, it was a very interesting process to go through that, and it was wonderful. And I wouldn't, want it any other way. It was great, but, you know, it's... I respect BAFTA, obviously, but it's not going to really help you write the script. No. It's not going to help you, you know, make your feature film. It's just a bit of a nudge that you're, a whisper in your ear that you're in the right direction. That's all. And I think you have to see it for that, you know, and know that it's just this kind of small whisper in your ear, and you move on. So let's talk a little bit more about that after we see the trailer of Lynn. Okay, cool. Clifton.
We zitten er purpose. Just traveling through. So this was the whisper in your ear that you were in the right direction? Yeah, I guess so. Yeah. I think it's with film, it's really important to push yourself. And, you know, we found ourselves in Bulgaria. It was a very low budget production. And I went out there with the actress. And we found this amazing circular building in the middle of Bulgaria. And we decided to sort of write the script about this this piece of architecture and her journey to find it. So it was a great way of working because it was very organic, and because it was we shot digitally on Red, we didn't have too many constraints, so we could really play around and improvise and. You know, shooting in Bulgaria is great because in London and England, you have to get a lot of permissions to shoot everywhere. And in Bulgaria, you just pay the local mayor of the area and you can do whatever you want. You can shoot whatever you want. So it was a very liberating experience. It's a fast experience, I guess. Yeah. But you started with a small idea, so yeah. And then it just... Yeah, it kind of slowly came together. A lot of it comes from the actress Lynn as well. You know, Can you tell us a little bit about what the story's? It's about the process of individuation. It's about this woman who wakes up in the middle of the night and sees that her life, she's not sort of happy with her life, and she gets up and just puts a coat on and a pair of shoes and she keeps walking and gets on a train and on a boat. And we start the film in the Romania-Bulgaria border and end it in Istanbul. And it's just about her process of kind of letting go. It's this idea that we're all nomadic as human beings, you know, just because we choose to live in a... Well, we don't normally choose. You just, you know, you live in a box. And there's something about this woman who just wants to kind of get out and see, you know, just let herself think and breathe and walk and feel, really. So, are you nomadic, in a sense? I think being a filmmaker, you are nomadic because you're going, you know, shooting in different places, coming to festivals, and yeah, I think you have to be pretty nomadic to be, because you need to experience life. Yeah. You need to see life to be able to comment on it, and I think just sitting behind a laptop isn't going to be much help for that. You know, I'm not dissing it. Each to their own. But I love traveling. I love seeing the world. I love talking to people and getting different perspectives. That's what I think it's about. Yeah. And as you mentioned, you worked with Michael Winterbottom. How was that? It was great. He's a very genuine, wonderful, talented man. He really is, you know, and I started off at the bottom with him, you know, as a runner making cups of tea, and he'd always ask how I was and what I thought of the shots, and I mean, obviously not all the shots, but he'd genuinely take interest. And I think that's the sign of a good director when they come in and they want to make sure that everybody in their crew is happy, everybody's, you know, working towards the same thing. So that's a great lesson you've learned from him. Yeah, I think, working from the starting off at the bottom is a really good thing. And he's just respectful of humans. I've worked for some directors that aren't, and producers. But you don't want to mention names. Yeah, but you know, you just make sure you'll never like that. Yeah. You know? Why be like that? But your advice to young filmmakers is just start at the bottom and experience it all. I think there's so many different ways to get into film.
My personal way was, you know, to start off, I wasn't particularly academic, so I kind of grafted my way out. But a lot of people, you know, go through university and do masters and, you know, write a script and they're on that level. It all, you know, you just got to see what works for you, how your path, how you respond to it. And as long as you keep feeding it, it will give back to you, I think. You did commercials as well? I did, yes. You say, I did? I still do, but yeah. I'm working on a feature script at the moment. I'm not a particularly a great multitasker. I'm not somebody that can do lots of things at once. I just have to try and do one thing well. So I've kind of stopped doing that for the next 6 months and focusing purely on the script. But yeah, I mean, it was a different discipline. How does it help you as a filmmaker to do commercial? That's a good question. I don't think it helps you aesthetically. I think it helps you maybe get some money together so you can pay your rent for 6 months and you can take time off to do what you really want to do. It kind of gives you a little bit of freedom. But also, you know, advertising is like poetry in a way. You know, you have to get a story across very, very quickly. So you've got to be very economical. And that's one of the starting points of the film. You've got to, you know, start late and get out quick, you know. So it's relatively good for that. Great. So no commercials for the next 3 months? Ever. After that. Feature film, just feature film. Yeah, I think, you know, that's the thing about being a director, is what a writer-director. You choose, you do your own stuff, you develop your own things. And Your own signature? Yeah, and you can do it until you're in your 60s or 70s. But there's quite a longevity to it. Yeah, so. But can you do a Pirates of the Caribbean later on? Because you have your own signature, but can you do something like that? Me personally? You personally, as a director? I wouldn't ever, I have to do something that I really believe in. If I'm not completely dreaming about it, and you know, it's hard to get out of bed some mornings, you know. But if you're thinking, you know, this is my idea, this is what my passion, this is what I really truly believe, I've got to get this idea out. That's what pushes me forward. And I think if I was making a film that was not so much that, I kind of lose focus. So yeah. I'd let someone else that really wants to do it. It wouldn't fit you. Yeah, I don't think so. No. To be really honest. What you're working on a new feature film. Mm. Do you have any idea when it will be? We're hopefully shooting next year. It's going to be based in London. We're shooting it on the Thames. So yeah, next year is going to be an interesting year for me. I'm very honored to have you here. I'm very honored to be here too. I wish you all the best. Cheers. I wish you the best here. And hopefully see you next year. Thank you. With a feature film. Up yours. Cheers. Okay, u heeft hem vast wel gezien op het festival Tegenein. De Roze Bank. En vandaag hebben we daarop zitten Mimoun Ouissa. Welkom Mimoun. Goed dat we hier op de felroze bank kunnen hebben vandaag. Hoe ben je eigenlijk bij dit festival gekomen nu? Ik ben Mimoun Al-Aissa. Ik ben acteur / filmmaker. En ik geef ook vaak workshops, lessen, cameraacteren vooral. En in die hoedanigheid ben ik gevraagd of ik hier een aantal workshops wilde geven. Dus dat is wat ik morgen ga doen. Ik ga een tweetal improvisatieworkshops geven en daarna nog een cameraworkshop. Je hebt theater gedaan en nu doe je film. Hoe ervaar je dat als verschil? Ik bedoel, is dat... Ja, het verschil zit eigenlijk op verschillende vlakken. Qua acteren is sowieso een heel duidelijk verschil. Dat zeker op het moment dat je wat meer richting realistische films gaat, zit je veel meer op de emotie en ook veel meer in het moment, zou ik maar zeggen. Theater gaat toch vaak over herhaling. Van een tournee dat je, denk ik wel, 50, 60 keer dezelfde voorstelling speelt. En dat trok me nooit echt. Kijk, het grappige is, toen ik op de toneelschool zat, toen
ik liep eigenlijk altijd half depressief rond, alleen maar Griekse drama's. Ik had met een vriend van me, die bij mijn klas zat, deden we echt de meest erge experimenten. We sloegen elkaar echt helemaal bloedneus en zo, om echt helemaal in te komen. Ja, dat vonden we fantastisch, weet je, echt. Maar toen, de eerste film die ik deed, dat was een comedy en daarna ook... Dus mensen kennen je dan van comedy, ja. Maar ik ben eigenlijk heel serieus. Nee, begrijp je? Dus het is ook maar van, wil je dat doen? Nee, ik heb dat soort dingen heb ik al gedaan. Alleen ik hoop wel dat het, ja, om dat ook naar film te vertalen en ook hopelijk te vertalen op een manier dat het een groter publiek bereikt. Maar het is gewoon zo, dat comedy bereikt gewoon meer mensen. Je speelt een heel verscheidenheid natuurlijk aan rollen altijd, maar heb jij een voorkeur aan welke rol jij speelt? Ik bedoel, doe jij daar trouwens ook wat mee in je masterclass? Of, Nee, ik vind... wat ik interessant vind sowieso aan acteren van een film, is dat het en geloofwaardig is, maar dat het ook een interessante vorm heeft. Dus als het alleen geloofwaardig is, ja, ik bedoel, alles is geloofwaardig. Loopt echt de bakker binnen en de bakker is heel erg geloofwaardig als bakker, maar totaal oninteressant. Dus wat ik leuk vind om te doen, is duidelijke kleuren, zou ik maar zeggen. Dus of gewoon echt een soort van rauwheid, weet je wel, en dan gewoon daar extreem in. Of juist, ja, is goed. Je wordt zo gevoederd, ja. Of als het een comedy is, weet je, dan vind ik het leuk als het weer een beetje over de top is, weet je, dat het gelift is. Dus wat dat betreft is het meer van als het maar een soort, als het scherp is, als het maar een duidelijke kleur is. Nou, heel veel succes en ik wil je bedanken voor je komst. Dankjewel. Nou, weer snel tot 10. Ja, zeker. Dank je. Hoi. Gisteren zagen we aflevering 1 van de driedelige serie over het 48-hour film project. En vandaag deel 2. Wat mijn verwachtingen zijn dat wij gewoon absoluut gaan winnen. Daar gaan we voor natuurlijk. Ik heb echt een fantastisch team en dat weten ze ook. Geluid was een beetje een probleempje. Toen ik dat hoorde, kreeg ik bijna een hartverzakking. We zijn de hele nacht doorgegaan. Maar weet je, show must go on. Dus. Nog steeds zijn Siar en zijn crew met de spannende 48-hour competitie bezig. De eerste nacht is net voorbij, het uiteindelijke script is klaar en er zijn al een heleboel scènes geschoten. De film zal uiteindelijk om twee stelletjes en hun verschillende situaties draaien. Een uitdaging, ook voor de acteurs. Ik heb het weer gedronken. We wisten van tevoren al met wie we dit zouden gaan doen. Dus we hebben al een meeting gehad met de acteurs, wat heel nuttig was. Waardoor we al een beetje wisten wat we aan elkaar zouden hebben. Actie. Het kan wel iets echt professional, merk je nu ook. Ze gaat echt door, het zit een diehard daarin. Ze heeft ook goed in gestudeerd en wat ze ook wil gaan doen. Ik bedoel, ze bijt echt door, dat merk je gewoon in alles. Want ze gaat gewoon voor het beste resultaat. Nou ja, daar kan ik gewoon heel goed mee samenwerken. Ik hou van je, waarom doe je dit? Je houdt helemaal niet van. Dit is gewoon een vieze hoor, jij. Ja, ik heb met Richard een paar keer gewoon een boel een beetje geïmproviseerd. En dat ging meteen best wel goed. Ja, dan ontdek je samen. Wat ik doe met een actrice of met een acteur waar ik mee samenwerk, dan ga je gewoon aftasten. En op een gegeven moment denk je, oh ja, dit is het. Ik ga naar bed. Kijk, ik had met Carolien nog helemaal nooit gespeeld. En Carolien die wil dan steeds meer van mij en dingen en fysieker, omdat zij daar dan blijer van wordt. Dus ik gewoon recht uit in het gezicht mee heb, want dan komt ze beter in de rol. Ja goed, zij zit in die situatie en ik ben natuurlijk die klootzak. Dus ja, en als zij dat helpt, dan wil ik dat wel doen in de afspraak. 2, 1, actie. Klaar. Kijk, het is natuurlijk je hoopt altijd wel als je mensen op de set tegenkomt en je moet intieme dingen doen met elkaar. Dat iemand in ieder geval professioneel genoeg is om daarmee om te gaan. Dus dat ze gaan voor het allerbeste resultaat. Ik ben Richard nummer 1. Ik ben Anne Sipkens. Ik speel de rol van Julia. En dat is een jonge vrouw
die houdt van stappen en net thuis komt na een leuke stapavond en bij de vriend in bed stapt. De opnames heb ik wel een beetje gezien, maar ik ben heel benieuwd hoe dat in de montage straks uitziet. En ik heb wel goed gevoel over. Nou, Carolien heeft het eigenlijk voorgesteld, want die wilde zelfs nog beneden, toen we gingen rennen, wilde ze af en toe dat ik hem ook in het gezicht knepte, omdat ze weer in emotie zou komen. Ja, ik denk toch wel het crane-shot. Die heb ik zelf weer teruggezien. En ja, die zag er wel heel vet uit. En dat is zeg maar ook waar het verhaal om draait. Om die crane shot. Ja, dat is de final shot. Dus, het is het hele doel van die film. Het is een van de belangrijkste shots in de film. Dus. Dus ging best wel snel. Het is nu zaterdag en het is al een wrap. Na de helft van de tijd zijn dus alle beelden al geschoten. Nog 24 uur tot de deadline. Ik heb al sowieso al een layout in mijn hoofd voor de montage. Als ik gewoon nog 5-6 uur slaap kan krijgen, dan moet het wel lukken. Gaan Siar en zijn crew het halen of gebeurt er op weg naar de winst toch nog iets onverwachts? Je ziet het in de volgende aflevering van 1 Movie, 1 Project. 48 Hours. Maker versus maker. Twee mensen uit het vak tegenover elkaar. Met als resultaat vaak een boeiend gesprek. Vandaag documentairemaker Ton van Zandvoort en filmkunstenaar Jasper Elings. Ik merk dat ik het wel fijn vind naast korte films om juist een film waar je dan echt lang en inhoudelijk mee bezig bent. Goed werk wordt gesubsidieerd, dat is mijn mening. En dat is ook op internet. Wat ik probeer in mijn films is steeds wel een soort iets wat ik heb gezien of heb ervaren. Een klein persoonlijk verhaal waarbij ik dan een groter universeel thema probeer te vertellen. En dat is eigenlijk in al mijn films, of het nou in binnenland of buitenland is, is dat het geval. En voor mij gaat het... Is dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Zoals we zitten hier nou in een studio en die ziet er helemaal uit. Maar als wij niks te vertellen hebben, ja, dan is het niet interessant natuurlijk om naar te kijken. En dat het echt om de inhoud gaat. En ik zie wel wat werk, soms waarbij inderdaad een leuk of een effect of een techniek, waarbij dat dan getoond wordt, maar het vertelt mij verder niets of zo. Maar heeft dat niet met een persoonlijke smaak te maken? Ja, nee, natuurlijk. Dat is alleen maar persoonlijke smaak. Ik zeg ook niet dat niet gemaakt mag worden. Maar ik zeg dat het geldt alleen zo voor mij. Een beeld kan natuurlijk ook inhoud hebben. Voor sommige personen juist weer niet. Ja. Ik heb ook bepaalde dingen met wat echt vooral draait om techniek. Maar zeg maar, ik probeer zeg wel iets nieuws neer te zetten. Mm-hmm. En dat maakt natuurlijk ook een interessant beeld. Zoals ik moet nu denken aan je cocksockers van Out of Space ja, of zo. Ja. Wat wilde je daarmee vertellen? Of wat wilde je daarmee... Wat ik daarmee weer precies... Ja, want het is een fotoserie. Dat is een fotoserie, gewoon een plaatje die ik op internet vind. Dit is echt iets. Maar die gezichten, die vorm van die camera, dat is gewoon een mislukt... Mislukt gezicht. Eigenlijk wel, ja. Terwijl het eigenlijk gewoon een mooi plaatje moet zijn, omdat de mensen daar opgewonden van raken, zeg maar. Ik vond die inderdaad wel leuk, want je ziet... Het is, maar ook wel dat het beeld... Je ziet het eigenlijk wel. Of zo. Ja, maar het gaat mij niet om zeg maar wat ze doen. Nee. Maar gewoon heel die lens van die camera die vervormt heel je hoofd. Ja. Zeg maar. Dat is natuurlijk best interessant om te zien. Zeg maar. Kijk, soms kan een idee misschien bij jou dan gaandeweg ontstaan of zo, maar uiteindelijk zit er een idee achter of wil je iets vertellen, want anders dan heb je een inhoudsloze... Maar dat is wat ik ook probeer te vertellen, net als die cocksuckers. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk is gewoon een technisch verhaal, eigenlijk, want het is gewoon een beslukt
terug vanuit een camera wat eigenlijk niet laat zien wat het eigenlijk is. Maar dan is zeg maar. Maar dan is zeg maar de techniek, zeg maar. Mm-hmm. En niet zeg maar het verhaal wat ik wil vertellen. Als je zeg maar een plan hebt, schrijf het helemaal uit of laat je zeg maar een beetje. Nee, het liefst schrijf ik niks uit. Maar inderdaad, wat ik net zeg, wil je het traject in of wil je een omroep die jou niet kent ook nog overtuigen? Ja, dan moet je echt lang in de pen klimmen, wil je dat doen. Terwijl, ja, voor mij werkt dat niet. Omdat, ja, ik maak documentaire en daar zitten heel veel ingrepen in. Ik gebruik eigenlijk de realiteit om ook mensen te raken, zodat ze zich openstellen. Maar vervolgens zit daar wel heel veel ingrepen in van mij. Niet zozeer geanceneerd, maar ik weet heel goed wat ik wil vertellen. Maar dat vind ik wel gaandeweg uit. En op het moment dat ik dat helemaal van tevoren ga uitschrijven, ja, dan is voor mij dan is het niet echt documentaire meer. Halima Wardiri is bekend van haar bijzondere film Mokhtar. IFF BTV dook het internet op en skypte met de maakster. My name is Halima Wardiri and I am here in Canada right now from Montreal talking to you. Mokhtar is a short film about a young boy who finds a baby owl fallen from a tree. The young boy is a goat herd in Morocco, so he takes care of a lot of goats every day. He takes them out, so he's constantly alone in the nature with animals. And this one day he finds this baby owl and decides he's gonna bring it back to his home. Unfortunately, in Morocco, an owl is a bad omen. People believe that it brings a lot of bad things to the household, including sicknesses, death, especially babies' death and children's sickness. So when he brings the owl back home, his father reacts very, very strongly against that decision. يا رب هذا سقيت المصيبه يا ربي يا وخز من كيد وفرابطه فيس ستلوت نيتسمان هكا هذه يا وخز من كيد يا بابا المصيبه اللي جيتي وجه جهنم السكتة هكا هكا بابا هكا هكا. In general, I like to talk about real stories. I get inspired by real life stories that I try to adapt for the screen. And it's the case for Mokhtar as well. I was traveling in Morocco and I heard that story from a middle-aged man. It happened to him when he was a kid. The exact same story that you're going to see with Mokhtar on the screen happened to this man. He's now 40 years old and he was telling the story laughing. I also wanted everything around to feel real, even though we are in a setup that looks unreal. Because when you see the goats walking on the branches in the tree, you can for a minute ask yourself if this is not, I don't know, completely composed. But it actually looks very documentary-like the way it's shot and everything else. And this is on purpose that I like to play with the surreal and the real together in the same image. En met Halima Wardiri zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van IFF BTV. Morgen zit hier Bram Loogman tegenover mij. Het belooft weer een mooie aflevering te worden. Hopelijk tot dan. Bedankt voor het kijken en tot morgen.